Strijders, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht. Oh, kut, wat gebeurt hier? Ik val maar meteen met de deur in huis. 5 ton op de bank, maar dit. Ja, is er iets? Wat denk je? Bingo! Is natuurlijk waarmee ik met de deur samen in huis val. Arneuve. Novo. Arnovo? Dat is Portugees. R9. Ronaldo Lima. Deze man heeft hem al gebruikt. Hij heeft hem gepakt. Muziek. We gaan voor deze man. En ik koop hem gewoon pats, boom, cash, contant, afbetaald. I like your cut, G. Die gast die hem heeft gepakt, heeft er 47 potjes mee gespeeld. Toen dacht hij, nou, ik heb het wel gezien. Wij hebben er nu op geboden. Jullie hebben het moment gemist. Nu kunnen jullie het alsnog zien. 11 miljoen munten hadden we. Daar is heel veel voor gebeurd. Ik heb weinig op het main account gezeten. Alleen om me even te plaatsen voor Weekend League. Maar ondertussen is er volop gehandeld op dit account. En we hebben nu genoeg. Ik neem jullie even mee. We komen straks terug bij de transferkandidaten. Ik heb echt een paar nachten liggen malen van wat ga ik doen. En ik was eigenlijk van mening dat ik Messi eruit moest halen. En dan met Neymar, Mbappé en Cristiano Ronaldo en R9 spelen. Maar ja, dan mis je een rechtsbuiten in je opstelling. Daar kan ik al niet zo goed tegen. Of Neymar moet je op mindere chemistry zetten in 4-2-2-2 of zo. Maar ik weet het niet zo met Ronaldo, met Cristiano. Ik weet het niet. Hij maakt geen verpletterende indruk op me. En Messi heeft deze game wel iets speciaals. Dus ik heb voor nu dit even gekozen. Ik vind Hakimi overigens ook fantastisch. Walker heb ik verkocht. Van Dijk heb ik even verkocht. Puur zodat we Hakimi hier nog op chemistry kunnen gaan krijgen. Ik moet wel even nadenken hoe we het neer gaan zetten. Je moet juist die twee linken. Even kijken. Deze man komt eraan. Wordt vervolgd. Even kijken. Nee. We zijn overboden. Oh, nog 8 seconden. Ja. Wat dat? Oh, hey. Dit is een soort glitch of zo. Wat is dit? Wat gebeurt hier allemaal? Ik zag hem eerder vanmorgen weggaan voor 10.7. Het lijkt erop dat we hem hebben. Heeft hij hem over 2 uurtjes misschien iets goedkoper? Maar goed, fuck it. Dan is hij in elk geval binnen. Hij is binnen. Oh, dit is ziek hoor, jongens. R9. Dit is natuurlijk zwaar pay to win en trade to win. Bewerk opstelling. Hier staat hij. Oh, wel echt heel lijp, jongens. R9. We hebben een van de beste teams van de game. Wat dus ook ziek is. Hier bij klassementen staan wij. Hier, kijk. 92ste van de wereld als het gaat om transferwinst. Ja, moet je nagaan hoe ziek het is. Kijk, we hebben 21,5 miljoen. En de nummer 1 heeft 45. Die heeft dus nog gewoon 2 keer zoveel transferwinst als wij. En nu nog verliezen in divisie 2. Het is echt... Ik ben gisteren echt lang bezig geweest om van rang 3 naar rang 2 te komen. Ik was op een gegeven moment... Ja, jullie zien dat natuurlijk niet. Ik was op een gegeven moment halverwege de weg naar rang 1. En als ik toen won, was ik er geweest. Had ik die verdubbelaar gehad voor mijn reeks. Verloor ik nog een keer. En nu zijn we weer terug bij 11. Oké, jongens. Ik heb het gefixt. Ik heb natuurlijk weer even zitten puzzelen. Jullie zagen het al lang, denk ik. Maar dit is het geworden. Marquinhos nog even opgepikt voor 84k. En zo staat het, denk ik, perfect. Even al die positie changes nog fixen. En dan is de enige die een beetje over chemistry staat hier deze Bruno Fernandes. Echt, dit is niet normaal. En ook alle spelers die ik fijn vind. Van Dijk hebben we dus weggedaan. Die is echt goed, hoor. Hij is echt prima. Het is echt een beest. Maar ik vind Hakimi te ziek vergeleken met Walker. Dat is niet normaal. Die is zo fijn. Dus hier is me wel veel aan gelegen. En Marquinhos valt me altijd op als ik er tegen speel. Dus ja, daar word je ook niet slechter van. Mandi is weer top. Kante is verschrikkelijk goed. Bruno moet me nog een beetje overtuigen dit jaar. Dit is natuurlijk zijn normale kaart. We zijn een beetje zijn team die hier is en team de season kaarten van vorig seizoen gewend. Dat sloeg helemaal nergens op. Neymar moet me ook nog een klein beetje overtuigen in de zin van ik heb hem alleen maar op linkshalf gespeeld bijna. Ja, die heeft nog niet veel gescoord voor mijn gevoel. Ik heb hem al wel 100 potten gebruikt. Hoe dan ook, ja, dit is niet normaal. En waarom ik nog niet helemaal blij ben is omdat ik zelf gewoon nog niet het gevoel heb dat ik die game heel erg onder controle heb. Dus het is eerder een beetje zielig nu dat ik zo'n team heb, maar nog in divisie 2 zit te struggelen. Oké, jongens, ook Alisson is binnen, 52k. Ik moet al die spelers via het bieden winnen, zodat ik ze via de webapp weer naar mijn club kan sturen, want onze hele transferlijst en transferkandidaten en dingen zit vol. Daarom kunnen we ook nog geen packs openen, dus ik weet nog steeds niet wie onze wants to watch is. Ik weet nog steeds niet wat voor rewards ik heb uit rivals en dat soort ongein. Ja, chemistry style op R9. Wat wil je bij hem nou fixen? Zijn passing? Volgens mij geef je hem toch wel gewoon altijd een H-vicky. Nou, hier moet het mee gebeuren. Hier moeten we het mee doen. En ik zal je vertellen, ik heb het gevoel dat deze opstelling goed is. Ik moet me heel goed bij concentreren. Ik vind die andere het leukst. Veruit het leukst. Deze. 4-1-2-2. Dat is geweldig leuk om mee te spelen. Alleen heb je eigenlijk te aanvallende spelers. Eigenlijk kan het gewoon niet. Goed. 4-4-2 wordt het. Daar gaan we. Nu echt. En och jongens, wat is die R9 gelijk los. 76ste minuut van de eerste pot met hem. En hij maakt meteen de goal bij zijn debuut. We hadden hem ook gewoon nodig, deze man. Want het is een spel, jongens. Ik vind het nog steeds gewoon echt lastig om echt tot scoren te komen. We spelen dan gelijk. En dan blijven we dus een beetje haken daar in die tweede rang van divisie 2. Maar ik moet gewoon in divisie 1 komen. Ik wil eigenlijk deze week nog proberen in die elite divisie te komen. Maar dat is gewoon lastig. En ik ben echt hele dagen aan het grinden, echt. Het is echt niet te geloven. Dan is het maatje van Ronaldo eventjes on fire. Mbappé, 2 goals. En dan hebben we een begin van een reeks. Want je moet
3 wedstrijden op rij winnen. Ja, kijk even naar deze belachelijke goal trouwens. Dit is echt niet te geloven. Als ik het even niet meer weet, dan probeer ik maar gewoon met R1 van heel lange afstand te gaan schieten. Dit gaat zelden goed trouwens, zo'n skill run. Maar dit is een lekkere goal. Die wedstrijd winnen we in de slotfase. En dus hebben we nu 2 overwinningen op rij. En als je er dan nog eentje wint, ja, dan weet je dat je er bent. Dan weet je dat vlammetje aangaat en dan gaat het dus keer 2. Nu komen we in rang 1. En in rang 1 hebben we ook gelijk dus het eerste streepje te pakken, omdat we die verdubbelaar aan hadden. En als je dan blijft winnen, dan weet je dat het gewoon heel snel gaat. Nu winnen betekent dat ik nog maar 1 zege verwijderd ben van divisie 1. En dan staat Neymar op. Assist hier op Bruno Fernandes is prachtig. En hier gaat Arnaud met een lekkere overdreven schwalbe naar de grond. En winnen we deze pot. Kijk, weer keer 2. En zijn we echt 1 streepje verwijderd van divisie 1. Maar elke wedstrijd is lastig. Kijk dan, weer 60ste minuut. Bruno Fernandes zoeken. Eindelijk een keer groen getimed. Daar ben ik nog niet zo heel goed in. Maar tegenstander weg. En dus zitten we in divisie 1. Echt een bevalling, jongen. Niet te geloven. Het gaat daar ook niet gelijk heel goed. Het is een beetje winnen, verliezen, gelijke spelletjes tussendoor. Ik kom sowieso niet snel aan een reeks toe. Maar we zitten in divisie 1 en het kan niet heel lang meer duren voordat ik daar rang voor rang langzaam richting de elite divisie ga. Dit zijn beelden als ik al een tijdje onderweg ben in divisie 1. Ik ben hier gewoon weer helemaal terug bij af. Dus rang 3 en 0 overwinningen. Maar dan krijg ik weer een klein beetje de geest. Ja, je leert gewoon door veel te spelen en je tegenstanders worden vanzelfsprekend steeds beter. Deze wedstrijd beslissen we ook weer in de slotfase. En dus zijn we weer 1 stappie in rang 3. Maar kijk dan even naar deze wedstrijd. Ik stond 3-2 voor. Ik speelde redelijk goed. Maar Werner schiet hem van 35 meter binnen als het niet meer is. En dan krijgen wij hem ook zo lucky van afstand in de 88ste minuut. De ontlading is er niet minder om bij onze sterspeler Ronaldo Lima. Maar oh man, elke pot is zweten. Daar zeg ik echt niks te veel mee. Werner krijgt dan de bal. Chef kokosnoot. Het is hem gegund. Maar wij zijn oh zo blij. Want het tweede streepje. Ja, hoe moet je het noemen? Het tweede punt wordt behaald. Tweede checkpoint mag je het nog niet noemen. Kijk even naar dit moment. 78ste minuut. Weer 0-0. Weer een redelijk goede wedstrijd van mij. Maar kijk dan. Hoi, hoi, hoi. Hij mikte niet eens voor mijn gevoel. Hij kreeg die vrije trap. Legt hem neer. Pats, boom, raak. En gelukkig staat hier Neymar op. Echt laat in de wedstrijd. Na die vrije trap nog. Zijn eerste goal, dan denk je dat R9 hier gaat scoren, maar ik weet het niet. Je moet ze groen timen, maar daar ben ik nog niet zo goed in. Lukt nog niet echt. Maar Neymar, wat ik zeg, die timt hem niet groen en schiet hem wel binnen. Het is zijn wedstrijd. En dan hebben we volgens mij zelfs een reeks te pakken. Even kijken hoor, hoe zat het ook alweer? 10 schoten tegen 4. Ja, dit was de reeks. 3e overwinning op rij. En dan zit ik dus in rang 2 van divisie 1. Word ik hier eventjes keihard in het kontje genomen. Niet door Neymar, maar vooral door die Ginola, die hero. Ja, daar sluiten we mee af, jongens. Tot heel snel in divisie 1, rang 2 dus. Thanks voor het kijken. R9 is binnen. Pay to win, pay to lose, hoe je het noemen wil. Bedankt, tot morgen. Ciao, ciao.